Deze auto rijdt nog. Zit er dan nog een chauffeur in van de enemies? Ja. Dat weet ik niet. Ja, die is niet dood. Oh, nee! 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 Nee. Oh. Hallo dames en heren, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video van Legends of Gaming. Mijn naam is Matty. En ik ben Milan Knol. Nee, Enzo Knol, shit. Oké, we gaan zo beginnen. Toon is gezet. Vandaag gaan we echt iets heel erg vets doen. Niet alleen vandaag, aankomende dagen gaan we leuke video's voor jullie uploaden. Heeft alles te maken met de nieuwe game. 5 november is hij uitgekomen. Vanguard. Yes, Call of Duty Vanguard. En in 4 video's deze week zal ook nog een woord verstopt zitten. En die moet je goed onthouden en een zin van maken. En aan het einde van de week even opsturen naar de Instagram van Legends of Gaming. Want dan kun jij gewoon kans maken op deze bam, PlayStation 5. En dat niet alleen. Jij weet al andere prijzen ook. Zeker. Dit is het gebaar voor een headset. Die kan je winnen. Een Pulse 3D headset. Geweldige 3D audio. Weet je gewoon waar iedereen vandaan komt. Nou, als je de game gaat spelen, want die kun je namelijk ook winnen. De Ultimate Edition van Call of Duty Vanguard. En nog een extra controller voor als je met je vrienden gaat spelen. Tuurlijk. Ja. En als je geen vrienden hebt, dan geef je weer aan iemand anders. Ja, of aan onze gast. Of aan onze gast. Dan kunnen we hem ook aangeven. Hij is groot, breed, sterk. Hij moet zich wel proberen in te houden. Soms een beetje agressieproblemen. Maar Matty en ik zijn hier om hem in bedwang te houden. Ik weet niet of het lukt, maar we gaan ons best doen. We hebben het over niemand minder dan je boy Q. Yes, daar is hij, man. Hey, ik zie, man. Hey. Let's go. Je, man. We gaan een beetje uit? Knallen. Ja, ik heb er zin in, man. Beetje ervaring met shooten? Maar gewoon in games, hè? In games, maar, nee. In games? Ja, oké. Okay. Nee, we hebben wel ervaring, man. Ik ben benieuwd, man. Mag ik hem aftrappen? Als je alles maar heel houdt. Ja, toch? Nee, niet af zo aftrappen, maar de game aftrappen. Lekker, ja, man. Ga, pak de camera, trap hem af. Dit is Call of Duty Vanguard. Ik ben QC en wij gaan spelen. We gaan beginnen. Oh, wie is dit? Arthur Kingsley. Oh, dit? De SOE had recruited the six of us. Voor mij zitten we in 1945. Weet je wat er toen gebeurde? Ja, ja. Ja, oké. Okay. Oh, dit? Zo. We zitten in de trein, ouwe. In Hamburg. Oh, dit? Hamburg. Ik zat al te lachen. Ja, hey, maar jij gaat nooit meer met de trein, toch? Nee, toch? Dit is echt. Het ziet er wel mooi uit, man. Wel leuk om te weten trouwens. Als jij doodgaat, dan moeten we switchen. Ja, maar oh, ja, dan ben ik weg. Ik zou deze video gewoon acen als ik jou was gehoord. Als je dat, zo, dan komt niemand meer aan de beurt. Als je sterspeler bent, blijf je de hele game zitten. Had jij vroeger ook dat als je dan een maat op bezoek had, of je ging bij iemand op bezoek en dan mocht je dan niet gamen, weet je, want dan was hij alleen maar aan het gamen. Ja, ja. Oh, ja, dat is, ik, ja, dat is het wat nu gaat gebeuren, weet je wel. Oké, okay, dit wat. Kijk of je aim een beetje on point is. Ik voel nu wel een beetje druk op me, maar als ik dood ben, dat ik dan weg ben. Piek. Oh, wacht, we gaan pieken. We moeten meteen twee dingen tegelijk. Hallo, doen. Hallo. Hallo. Het is gewoon een horror game geworden. Hoe? Maar ik weet. Bro, er is hier niks. Waarom moet ik pieken als er niks is? Oh, dit. Ik dacht dat iemand dit was, man. Voor iemand zijn jas. Wel netjes opgehangen. Lucas, ga jij lekker voor? Zodat we tegen je vrouw zeggen dat ze van de oud. Ja, bro. Dat is toch. Het is te lang geleden, Q. Ik vind het echt heerlijk. Oh, lekker, ik heb gewoon eerste rang hier. Je checkpoint reached, geen probleem. Hey! Oh, dat is niks. Bro, laat die radio. Ja, maar luister, die auto. Is een motor. Ja, motors, bro. Motors kunnen ook gevaarlijk zijn. Ik zou gewoon even sprints trekken, hoor. Nee. Ik zou iets meer agressief, Puck. Ja. We willen even actie in de tent, weet je wel? Is stellen. Je doet het is wat stealth mission. Maar als je zo langzaam doorgaat, is die trein straks in Australië. Oh ja, dat is wel zo, man. Ja, wat willen ze nu dat ik doe dan? Moet ik hier overspringen? Dat is een Minecraft parcours, dit. Dat is dat ik overspring. Eerlijk? Je moet hun gewoon volgen. Oh, ik kan gewoon via de zijkant. La, lul, joh. Zeg dat dan eerder. Nee, maar eerlijk, een graphics zien er wel hard uit. Ja, ik zeg jou eerlijk, bro. Ziet er ook realistisch uit, ik denk dat Lucas fucked up gaat, man. Je hebt wel een mooi klokje omheen. Ja, hè? Zeker. Hey, bro. Dat is een enemy, bro. Hoe zit hij niet in? Oh, nee. Die mannen liggen plat, hoor. Wel de elektriciën, lichten zijn uit. Snap je? Oh, nee. Deze ga ik ook. Doe takedown. Hier, hallo, meneer. Oh, dit. Oh, je. Oh, wat is Shank de nek? Hey, dat is. Oh. Bro, oh, die... yo, ik dacht dat het ook een Mattie was. Ik ook, die wapens van Witsel. MP40, man. Ja, man, we hebben. Duitsland. Ja, meteen die Duitse wapen gepakt.
Maar ik zeg je eerlijk, mijn teammates doen niks, hè? Laten we alles doen. Ah, jij hebt de leidende functie. Die is van die trein flikkeren. Ja, dat zou echt lullig zijn. Oh shit. Gaat het gaat wel heel snel als je zo enemies wil spotten. Oh. Oh. Wow. Je hebt ook granaten, hè? 4. Ik zie dat nooit zo. Gooi je granaat, gooi je granaat. Ja, je granaat. Hebt 4 granaten. Ja, R1. Niet te lang in je hand doen, want dan gaat je ineens ontploffen. Oh, lekker, bro. Zo! Oh, bro. Hoppakee. Mannen zijn down. Oh, dit slijt. Slijt in die DM. En nu moet je dat slot openmaken voor hun natuurlijk. Achter je. Oh, die hebben ze. Ah, die is er slaat nergens op. Hey, Lucas! Zie je, Lucas heeft mijn bek niet, man. Ik ga niks tegen zijn vrouw zeggen. Oh. Ja, die aim is on point, bro. Hier, waar nog meer? Oh, de man wil weer opstaan. Oh, de. Naar zijn moeder toe. Hey, rustig aan, nee. Hey, wow. Hoe kan hij zoveel kogels pakken, man? Hij eet. Hoe doe ik ook weer dekkingen? Dat is geen dekking. Dat was geen dekking. Dat was een mooie nee. Je hebt ook smoke, denk ik, op links. Oh, nee. Hallo meneer, waar ben jij? Kom. Hij speelt kiekeboek. Oh nee joh, hij wil rennen. Granaten! Linker flank aan draven. Ja, kan je een beetje Duits kiel? Ik ga maar honken. Oké, dat is jouw Duits. Oh bro, hoe kan ik deze, waar lacht die? Ja man, ja, car 98. Car 98 is de shit, man. Je hebt geen scope hier, dus het wordt wel moeilijk. Maar nee, dus car 98 heb ik geen scope nodig. Ik wil eigenlijk hier naar binnen. Hey, kijk, dat is vrachtwagen. Die rug, denk. Dit is wel goed wapen, hoor. Oké, jij gaat die car eten. Shit. Oh. Mannen eten. Oh shit, meneer. Nee. Jij gaat gewoon klappen krijgen. Nee. Oeh. Oh. Alleen nog. Bro. Nee. No. Ja, I believe that could make the world a kind of place. Dit wordt wisselen, denk ik, Q. Nee, ik leef nog. Ik denk dat je herrezen bent van de dood. Ja, kom op nog even één. Hij is echt niet Mattie. Die controle niet doorbegeven. Kom op, man. Mattie, wat je zegt, dit brengt herinnering bij je op dan aan vroeger. Ja, trauma's. Dat je gewoon niet wil switchen. Ik hoef niet met hem te spelen. Maar dat was echt niet slim wat ik daar deed, man. Wil je ook koffie en zo? Ja, doe maar. Ja, is goed. Ik ben zo ja, terug. Toch? Ja, het is goed. Je kan deze PS5 trouwens winnen. Maar kan ik hem ook nog winnen? Ja. Kijk, je moet even die kokos halen en zo. Maar eerlijk, die actie net was wel mooi. Nu gewoon even neetje gooien weer. Nee, ik vind het toch te spannend, man. Ik kom even kijken. Oh, dear, wat is dit? Hey, je ziet een light machine gun. Take the roof. Zo voor twee allemaal ga even, even loaden, je toch? Moet de roof pakken, man. Wat is een roof? Kan ik hier? Nee, hoor, dat kan niet. Maar je wel. Oh, hey, shit. Hij weet het gewoon. Die gamer intelligence. Goed. Lekker, slim, hoor, slim, lekker, bro. Man. Nu zit je erin, hè? Ja, schiet ze meteen. Yo. Zo! Hey, hoor, Dim. Nou, je moe, waar ben je? Ja, lekker, hoor. Dat zijn ze. Kunnen jullie een beetje Duits? Ja, een beetje wel. Jawoel. Als ik niet katan, dan moest. Oh, kijk hier. Er zit die rat, hoor. Gewoon smoke grenade, man. En dan moet je steken. Je moet al een beetje de actie opzoeken. En dan nu gewoon. Oh, dat is flash, denk ik. Flash, dat is stun, kan ook. Juist, bro. Kijk, zijn ze. Hier. Dat zijn ze. Ja, we snappen het, Q. Even teabaggen nog. Kijk hier. Oh, de linker flank aan draven. Maar is de trein vol? Oh, die mannen. Scorpion. Mannen, de Scorpion. Maar wel een gekke beginmissie, hoor. Ja, een trein vol Duitsers. Ik zou liggen, man. Oh, gekke move. Hé, hey, rustig, hoe lig ik? Een rondje, denk ik. Nee, dan sla ik. Oh, dan moet je de controle moet je inklikken. Die stick. Wow, kijk hier, bro. Ja, goeie één. Keurig. Wie wil nog meer? Ik heb wel het gevoel dat mijn landgenoot er niet echt veel doen, man. Kijk, die man denkt dat hij dekking heeft. Oei! Kleine damhead. Stuur de volgende maal vast gewoon naar huis, hè. Dat nog wel een tijdje duren dit. Ik denk het ook wel, ja. Hij staat daar beneden, links. Wow, ze schieten gewoon op.
Ja, dit is goed. Ja, dit is een goed wapentje voor jou, man. Je hebt zo'n wapen nodig met zo'n... Je hebt een soort Rambo-wapen nodig. Ja, man. Gewoon 100.000 kogels spreekt. En gewoon in zo'n film ook gewoon alles raakt. Wat wil je? Ik ga proberen, bro. Ik ga op die auto proberen te springen, man. Oh! Oh, kijk hier! Dit zijn ze, Q. Dit zijn ze. Deze auto rijdt nog. Zit er dan nog een... chauffeur in van de enemies? Ja, dat... Weet ik niet. Ja, die is nu dood. Oh, nee! Nee! Oh, ja. Ja, dat was een zin. Ja, dan we misschien toch een keertje wisselen dan. Ja, denk het wel. Dat is de moeite weer. Oh, hij wil hem niet afgeven. Ik ben wel hetzelfde stuk, dat scheelt. Hij wil hem gewoon niet afgeven. Zullen we wisselen? Ja, ja, is goed. Dat vraag je zo wisselen. Maar het was alleen spannend. Ik wil gelijk meer. Ik ga wel deze campaign spelen, man. Nee, maar dat zegt wel genoeg over de game, toch? Ja, man. Kijk, de reden dat ik aan het pushen was, is omdat ik nu ben, weet je. Waar rijden jullie? Oh, maar ik moet nu ernaast. Ja, kom eens. Oh, ik dacht ik weg moest. Nee, blijf hier. Ik ben er niet klaar. Lekker, man. Oh, dus nu voel je lullig, nu je weet dat je gewoon mag blijven. Ja, ja. Ik dacht wel, ik moet weg. Ik denk, blijf nog even. Oh, die sensitivity is wel gevoelig, ja. Of juist niet. Oké. Oh, dus, oh, inderdaad even lastig hoe je bukt, hè. Je bukt met die stick indrukken, denk ik. Ah, goeie. Wil ik je zwaar? Nee, laat maar. Ja, ik ben echt pro-gamer, hoor. Ja? Vooral ja, dit. Jij weet die dingen wel, ja. Weet die dingen. Wat ligt hij dan te doen, man? Maar hij is al dood, oh, man. Oh, dit kan... Je hebt hitmarks op die bus, maar hij is denk dood. Je hebt hitmarks op die bus. Ik moet denk ik die chauffeur raken. Ik denk dat je die chauffeur niet moet killen, want hoe kom je alles aan de overkant? Nou, gewoon via hier. Ja, dat kan ook nog. Oh. Ik vind het wel nice dat je gewoon meerdere opties hebt om zeg maar door het spel heen te gaan, man. Ja, want ik denk dat de overkant wat jij net wilde gaan doen, denk dat dat een goede tactiek is, hoor. Een beetje slip en slide zo met deze weersomstandigheden. Hé, hey, er is iemand aan het achter je ofzo. Dat Piet Paulus maar niet gezegd dat dit ging gebeuren. Het is wel een weertje. Hé, hey, wel fijn dat je alle nades hebt opgemaakt. Ook. Ja, bro, het is wel een weer. En alle op die... Kijk, ja, overspringen. En dan gelijk links is er gelijk iemand. Oh, de mannen zijn... Oh, dit, kijk, oh, dat daar is gaat Lucas, denk ik. Ja, nee, dat dit is Wade. Oh, wait, nee, nee. Lukken? Je kan daar nee pakken. Ja, die ga ik even halen dan. Aanbieding of wat? Ja, als ik weet. Oh ja, inhouden. Lekker. Oh ja. Oh, de heady. Hop. 1, 2. Ja, die nee ging vandoor. Die nee ging er vandoor. Oké, een beetje allemaal halen. Alvast straks voor Mattie van speelkraan. Niet meer dood. Nou, dit doe ik eigenlijk wel heel vaak in campaign. Gewoon rennen. Hier zit weer een van de... Ja, als je strijder bent, doe je dit. Inhouden en dan zo. Maar dit is weer echt een Tweede Wereldoorlog trouw, hè? Ja, de eerste missie wel. Ik heb echt Call of Duty Tweede Wereldoorlog gemist, man. Oké, zullen we deze even pakken? Oh, die schiet op zwaar. Lucas zit ervoor. Die Lucas doet geen shit, hè? Nee, die landgenoten zijn een beetje lekking. Oh, die, kijk, daar gaat die. Welk land zijn we eigenlijk? Weten we dat? Ik denk... Zijn we Engelsen? Britten? Zijn Britten? Ja, maar sowieso Wade Lucas. Wow. Beurt hier, kan ook Amerikaantje zijn, maar ja. Nee, je noemt ze Amerikaantjes? Ja, toch? Ja? Klein Amerikaantjes. Klein Amerikaantje. You can't stand here. Pak zelf wel! Nu heb ik wel een probleem, oh, denk je, ik. Je kan niet aan de overkant komen. Nee, ik denk niet. Jawel, je hebt altijd een optie. Je hebt de auto kapot gemaakt. Dus, Ja, ik denk dat dit een probleempje is. Dat je even terug moet. Ik ben nergens omheen. Ik denk dat ik erop ga wagen, man. Ja? Ja, en anders ben jij toch? Positieve dingen. Yes. Hey, dat hou je sowieso in. Ja. Dat hou je sowieso. Oké, we gaan het proberen, man. Oh! Yes. Gamer! Kom, we gaan wisselen, man. Gaan we wisselen? Ja. Oké, nu gaan we het krijgen, dames en heren. Nu, dit is de content waarop je hebt gewacht. Ik, kijk, dit is de content waar je op hebt gewacht, hoor. Ja, wat heb ik nou op mijn hoofd? Ja, man. Helm. Ja. Ich liebe dich. Hey, dat klopt inderdaad. Dat is Duits. Ja. Shit, dit is toch wel moeilijk, man. Eigenlijk moet er een beetje in die edit zo'n beetje Rammstein komen of zo. Kijk. Die heeft één, hè? Ja, één. Du hast nicht. Maar straks moet je aan de overkant weer komen. Is dat zo? Ja, dan moet ik voor jou moet ik dat leren. Zal ik het erop wagen? Ja, ik zou het nu doen, heb je hier. Ik loop. Rooski, jongen. Hey bro, what the fuck? Dat is jouw mattie. Wat staan zij te doen dan? Zij bekken hem helemaal niet. Nee. Het zijn leiers. Bro, hij staat tegenover hem en het doet niks. Wie is dit?
Een beetje zo. Wade is niet één van ons, man. Wade is de snit. Maar hij is snit, ja. Informant. Ja, die hebben we wel van jou overgenomen, Q, deze. Ja, even lekker... Oh, kut, vasthouden. Lekker, dit doet niet goed, hè? Lekker, hoor. Man, verdient er bijna heel zijn eigen peloton. Oh, dit is zo... Oh, sorry, dit, Wade is een Wade is crack, man. Wade is helemaal gek geworden. Wade is crack, man. Kun je langs? Ja, kun je naast, Doitje. Kom, hoe haal je een trein in met een auto? Dat kan toch niet? Ik krijg die nitro. Ja, die treinen waren niet zo snel in die tijd, hè? Nee? Jij denkt, dit is Thalys dit of zo? Ja, dit is een goed plekje, hoor. Ik zag wel, als ik hier... Oh, dit? Oh, wat lig je hier? Ja, je hebt die side mission gevonden nu. Dag. Oh, dit, kijk hier. Nee, die man heeft geen respect, man. Oei! Wat vinden we hier? Mijn helm. Je moet wel je goed je ammo en zo ja, ik heb opvullen. Je zit aan de goede kant, denk ik. Waar zijn ze? Er komt geen einde aan die trein, man. Kleur op. Oei. Camper. Ruby. Ja. Hey, dat is mijn vriend ineens. Waarom killen zij hem niet dan? Oh. Het blijft chaos op de trein, man. Nu had je de car nodig. Oh, op deze. Shoot the driver. Ah, we zijn eindelijk vooraan de locomotief. Hijack train to Hamburg. Bukken, liggen. Oh, nu moet je wel gaan springen, man. Wow! Ja. Je moet geloven dat je het kan. Hey, ik vind het een mooi punt om te stoppen, man. We hebben onze vrijheid terug en we hebben allemaal even laten zien wat we kunnen, weet je wel. Zeker, we hebben die trein gekaapt en nu is het tijd om het met rust te laten en dan pakken we het een andere keer op. Wil je het nou ook zelf spelen? Dat kan. De campaign, we hebben het begin laten zien, maar er gebeurt nog veel meer herres. Ja, dat wil je zien, dus dan moet je die games weer leuk, dus zelf. Weet je, een paar van die straatwoordjes ertussen. Dat vind ik mooi. Ja, met Q is het altijd een beetje... Ja, we hebben getoond dat we strijders zijn. En we hebben het toch niet gedaan? Tuurlijk. Ja, man. Dream Team. Abonneer even op dit kanaal, dan mis je niks deze week. Ik ben benieuwd of jullie het woord hebben gespot. Ja, die heb je als het goed is wel gezien, weet je, als je gewoon goed hebt opgelet. Like, subscribe en QC heeft nu het laatste woord. Nou, bedankt voor het kijken. En dan sluiten we deze video af met een dikke vette peace.